Zo, we gaan door met de Pilates. 30 minuten. Helemaal gericht op buikspieren, rugspieren. Kom staan met de voeten heupbreedte uit elkaar. Plaats je rechterhand achter je hoofd. Laat je linkerarm hangen. En buig naar links. Rijk met je linkerhand. Richting je enkel. En we zijn begonnen. 30 minuten non-stop Pilates oefeningen. Core stability. Werk aan een goede lichaamshouding. Andere arm. Andere kant. Voel je schouderbladen plat op je rug. Borstbeen niet zo. En rijk zijwaarts. Knieën zijn hier gebogen. En sta maar lekker stevig op beide voeten. Nog 4 aan deze kant. 3. 2. En 1. Wissel. Hand in je, achter je hoofd. Linkerhand neer. En ja, het beat in de muziek kan je helpen om in het ritme te blijven. Het is geen ontspanningsles. We gaan echt werken aan de buikspieren, rugspieren. Wissel. En 1. En terug. Wel is het belangrijk hoe je de bewegingen uitvoert. Bewust. Gecontroleerd. Oké, kom ik rechtop staan. En swing around. Draai je voet een beetje in, lift je heel en laat je arm maar zwaaien. Ietsjes groter. Je bent vrij in je bewegingen. Maar als je veel statische oefeningen doet, word je een beetje verkrampt, gecontroleerd. En is het altijd even lekker om alles even los te gooien. Ja, handen in je zij. Voeten heupbreed uit elkaar en kom maar horizontaal met de vloer. Kantel vanuit je bekken. Horizontaal. En maak erover dat je knieën gebogen zijn. Nooit doorsnekken in je knieën. Navel in en op. Breng je armen zijwaarts. Ja. Stuur je knieën naar voren. Stuit naar achter. Laatste 4. 3. 2. 1. Armen laten zakken. Keer naar je borst en rol maar langzaam wervel naar beneden. Armen naar achter, kruin naar voren en kom omhoog. Repeat. Roll down. Laat je armen hangen. Flappen. En kom omhoog. Yes, yes. Roll down. Van je lijf, word je bewust van elke vezel in je lijf. Daarom doen we deze voorbereidende oefeningen. Laat back. En kom omhoog. Oké, kom zitten op je mat. Je beide zitbotten. Beweeg je beide benen in boot. Armen naar voren. En strek je rechterbeen weg. Strek je linkerbeen weg. En jij werkt aan een lange buik. Tuurlijk ben je iets gekanteld in het bekken. Maar je blijft jezelf opliften. Armen omhoog naar voren. Kom maar iets verder naar achter. Nog 8. 7. 6. 5. Nog maar 4. 3. 2. 1. Ja, plaats de voeten neer. Lift de borst, strek de rug lang. Ga je de benen wegstrekken. Hand achter je hoofd. En we rollen een klein stukje naar achter. Alleen het bekken kantelen. En weer op je zitbotten. Kijk richting je navel. En duw je hielen voor je gevoel. Maar weg. Bij je stuit vandaan. Crunch. 2. Terug. 2. Het kantelen van je bekken. Alsof je een emmer kantelt. Dat ja. Voorkom dat je te veel druk in je onderrug voelt. Voel je wel te veel druk, plaats je voeten dan maar op de vloer. Dan kan je deze oefening ook met gebogen knieën doen.
Voel je verschil? Alright, kom licht op je rug. Op je rug, armen langs je lichaam. Hip lift, kick, hip lift, kick. Laat je voet terug en neer. Hip lift, kick, terug naar beneden. Kick, kick, laat je voeten neer. En lift, kick. Ja, 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 op, kick. Laat je voet neer, terug. Nog vier keer. Duw je schouderbladen maar stevig tegen de mat. En ik las net jullie reacties naar de body shape. Super leuk als ik een reactie krijg dat jullie meedoen. Dat motiveert mij weer om door te gaan. Zo werkt dat. 1, 2, terug en neer. En lift. Hou je linkerbeen boven en laat je bekken zakken. Laag en op. Laag en op. Rijk je armen. Ver weg. Nog twee. Nog één. Laat je voet neer. Strek je rechterbeen weg. En laat je bekken maar zakken. Ja. Wat hier aan wat lastig is, is het recht houden van je heupen. Daar draait het om eigenlijk. Heupbotjes recht in de lucht. Versterken van de achterkant van je lichaam. Nog vier te go. Drie. Twee. Eén. En laat je voet eerst neer. Kom dan liggen. En vanuit hier gaan we de knieën omhoog bewegen naar onze neus. En onze ellebogen naar onze dijen. 1, 2. Maak jezelf maar klein en rond. Klein en rond. Terug. 2. Goed zo. En 1, 2. Hou boven even vast. En 1, 2. Je ademhaling helpt je als je kracht zet uitademen, terugweg lang maken, inademen. Vind daarin voor jezelf een ritme. Round we go. En terug. Twee, nog twee keer. En nog één. Blijf boven, knieën boven je heupen, armen zijwaarts. En laat je benen maar naar links zakken, navel goed in en op. En hip lift. Laat je benen naar rechts zakken. En hip lift. Laat je benen een klein stukje naar links zakken. En hip lift. En haal de kracht uit je onderbuik. En klem de binnenkant van je benen maar stevig tegen elkaar. Je schouderbladen komen niet van de vloer. Zowel bij de twist niet als bij de hip lift niet. Nog vier om en om. Nog drie. Laten we iets hoger komen. Nog twee. Nog één. Yeah. Handen achter je hoofd. Lift je hoofd en schouders. Criss cross. Criss cross. Criss cross. Tik je rechter elleboog tegen je linker knie aan de binnenkant. En andersom. Laat de benen naar voor en terug bewegen. Strekken en buigen. Om en om. Ja. Voor je schuine buikspieren. In de zin. Geef me er nog 8. 7. 6. 5. Laatste 4. 3. 2. 1. 1. Knieën in. Leg je hoofd maar neer. Flex je voeten. Knieën boven je heupen. Armen zijwaarts. En duw je benen weg. En terug. 90 graden. 2. Terug. Maak over je rug. Stuit tegen de mat. Duw. 2. En terug. 2. En release the pressure. Goed. En hoe gaat dat? Ik sta die navel binnen. Jij hebt de controle hoe ver je je benen weg duwt. En hoe je je buikspieren aanspant. Ja, gaat het?
Laten we er nog vier doen. En. Doe het zeer in je rug. Ga nog minder ver met die benen. Doe dan een klein stukje tot daar waar je je buikspieren aangespannen kan houden. Nog twee. En nog één. Goed zo. Knieën in. En maak maar cirkeltjes. Linksom. Andere kant. Roll up tot zit. En draai jezelf om. Op handen en knieën. Handen recht onder je schouders. Breng je rechterknie in. Strek hem weg naar achteren. En maak een push-up. Rechterknie in je rug. Blijf recht. Strek naar achter. En push-up. Langs je ribben. Nog vier. Vier. Drie. Nog twee. Nog één. Oké, knieën naar buiten. Tenen bij elkaar. Kom naar je child's pose. Rust heel even uit voordat we de andere kant doen. De muziek staat een beetje hard. En dan gaan we door. Kom weer terug op handen en knieën. Beweeg je linkerknie in. Hij hoort bij de oefening. Je rug blijft helemaal recht. Handen onder je schouders. Duw je been weg. En push down. Knie in. Strek door naar achter, navel en op. En push down. Drie. Vier. Zo. En vijf. Ga tot 8. Vind je het nu hier bij 6 genoeg? Dan stop je. 7. Raak over die rug. Blijf er dicht. Ook bij het intrekken van je knie. Heel goed. Kom op beide knieën. En kom weer naar child's pose. Vanuit hier komen we op handen en tenen. Handen recht onder je schouders, tenen tegen de mat en strek je benen maar. Maak een positie. Lift om en om je been, klein stukje tot wilhoogte. Ja, vind je dit te zwaar? Kom dan op je knieën en fixeren. Ja, je kan ook je been wegstrekken naar achter eventueel. Op deze manier. Lift, lower, op, neer. Voor jou de uitdaging om je navel goed in en op te houden. Je rug recht, je heupen stil, schouders boven je polsen. Nog 4 te gaan. 3, 2, 1. Goed, kom op je knieën. Handen iets onder je schouders. Leg je vreten plat en maak maar even een ronde rug. En een holle rug. Dit willen we vaak niet, hè? Die holle rug tijdens de oefeningen. Bol ook niet. Een beetje een crunch maken. Maar daartussenin. Neutraal. Voel maar. Dan zijn je buikspieren goed aangespannen. Rug is neutraal. Volgende oefening is vanuit Downward Facing Dog. Huisje. En dan beweeg je je rechterknie richting je rechter onderarm of elleboog. Terug. Links. Downward facing dog, rechts. En elke keer beweeg je je schouders boven je polsen. Optie op de knie. En weer naar downward facing dog. Op je knie landen, downward facing dog. Goed zo, nog 4 keer. 3. 2, 1. Kom naar je hoge plank. Buig je ellebogen. En kom maar plat liggen. Op je... Ja, voorhoofd op je handen.
En we liften de benen en onze borst. Op weg. Extension. Lift. Lower. En je benen til je op. En je borst komt van de mat. Op. En neer. Op. En neer. Ja, ik twijfel of ik nou helemaal in beeld ben. Ga maar door hoor. Yes. En op. En neer. Op. Neer. Op. Neer. Hou de benen helemaal gesloten. Laat je borst liggen. Leg je handen onder je borstbeen. Benen blijven in de lucht. En open sluiten. Fijn voor je bilspieren. Achterkant benen. En ook hier trek je je navel wel in. Ook al steunt hij tegen de vloer. Zorg er maar voor dat je buik niet tegen de mat aankomt. Natuurlijk een klein beetje. Maar hij hangt niet. Op. Nog 8, 7, 6, 5. Ja, goed gedaan. Voelen jullie de billen? Ik wel. Handen onder je schouders en kom omhoog. Oké, we gaan draaien naar planken. Zijplank, gewone plank, zijplank. Dus kom maar op je handen en tenen, navel in en op en open je linkerarm. Zijplank en terug. Andere kant, zijplank en terug. Dit soort oefeningen is gewoon doen en dan kijken waar je uitkomt. En in het begin maakt het niet uit hoe vaak je het doet. Bouw het op met gewoon 1 keer. En dan elke keer als je het doet tijdens je trainingen, je kan dit ook heel mooi na bijvoorbeeld een rondje wandelen, kan je deze oefeningen ook heel goed doen. Dan bouw je het rustig op. En heb je daar vragen over het opbouwen van kracht? Kan je me altijd contacten? Nog 2 keer. En nog 1. Goed zo. Knieën neer. En laat de druk even van je arm weer afzakken. Door je gewicht naar achter te brengen. Kom terug overeind rollen. En open je beide armen. We gaan weer liggen op de rug. Beide benen in de lucht, gebogen. Knieën boven je heupen. Armen achter je hoofd. En dan gaan we voor de corkscrew. Lift je stuit. Beweeg je benen naar rechts. Beweeg je benen een klein stukje naar voren. Beweeg je benen een klein stukje naar links. En naar je toe. En dan linksom. Voel maar je bovenrug blijft zeker aan de mat. En daar waar je benen naartoe cirkelen, de tegenovergestelde kant van je rug komt ietsjes los. En terug. En doe dit op gevoel. Voel maar welke delen van je rug de mat raken. En zip. 2, 3, naar je toe en naar links, naar voor, naar rechts en naar je toe. En de laatste rechts en links en links, naar voor, naar rechts en naar je toe. Plaats je beide voeten tegen de mat, strek je rechterbeen naar voor op neushoogte en je knieën, binnenkant van je knieën, klem je. Armen zijn boven je hoofd of één hand achter je hoofd, de andere arm gestrekt.
zet je linkervoet iets verder naar voren en je rijdt met je arm richting je voet. Je komt helemaal rechtop zitten en je liggen. En kom omhoog. Tot daar waar je uitkomt. Misschien kom je tot hier, ook helemaal goed. En reach. Trek die navel in. Roll up. Nog twee keer. Nog één. En wissel. Plaats je rechtervoet neer. Iets verder bij je zitvlak vandaan. Strek je linkerbeen naar voren. Klem de binnenkant van je benen. En beweeg je linkerarm. Schuif hem over je hoofd. Ready? Let's go. En roll up. En roll down. Roll up. Die armbeweging en de kracht, het opspannen van je buik, gaat tegelijkertijd. Adem uit. Adem in. Adem uit. Let op dat je met deze hand niet aan je hoofd gaat trekken. Op. Neer. En de laatste. Op. En neer. Beide voeten neer. En beweeg je linkerknie tot heuphoogte. Plaats je rechterhand onder je knie. Lift je hoofd en schouders. En rijd met je linkerhand richting je enkel. Rechterbeen strekken. En we gaan voor de single leg stretch. Laat je adem maar stromen. En je mag je hoofd hier ook neerleggen en doorgaan met de benen. Yeah.
Als je 4 doet, ben ik ook al heel tevreden. Let's go. Dit is 1. Roll up. En 2. En 3. Tak, tak. Tak, tak. En 4. En 5. Kom maar. Chak, chak. Chak, chak. 6. En 7. Lachen jullie nog thuis? Doe alles met een glimlach. Het scheelt. Houd lang vol. En 1 extra. Omdat ik altijd zo goed in tellen ben. En roll up. Oké, kom staan met je voeten wijd. Adem diep in. En adem uit. Draai je linker hiel naar achter. Draai je rechter tenen naar voor. Lunge. Stretch aan de binnenkant van je benen. Wissel adem in. Neem je armen weer omhoog. Plaats je hand op je dij. Beweeg je zit vlak naar achter. Tenen wijzen naar voor. Omhoog, nog een keer. Armen omhoog. En stap je rechtervoet achter je linker. En buig naar links. Beweeg terug in het midden. Laat je armen zakken. Laat je benen staan zoals ze nu staan. En rol nog een keer naar beneden. Hier naar je borst. Wervel voor wervel. Helemaal tot je diepste punt. Beweeg je armen naar achter, kruin naar voor. En omhoog. Ja, wissel. Linkerbeen. Achter je rechter. Beide armen komen in de lucht. Pak je linkerpons vast. En buig maar naar rechts. Sta stevig op beide voeten. Terug in het midden. En op je uitadem. Neem je tijd. We doen het ook om de hartslag te verlagen. Helemaal naar je diepste punt. Stretch op de achterkant van je benen. Ruim naar voren. Armen naar achter. En kom omhoog. Rol je schouders. Kant op. En nog één keer lang maken langs je buik, lengte. En relax. Heel goed gedaan. 30 minuten core stability, buikspieren. Top, ik zie dat er veel mensen kijken. Hartstikke leuk. Ook veel mensen die de shape net hebben gedaan, zie ik. Nou, was een pittig lesje dan, alles bij elkaar. Heerlijke start van de week. Keep on going. Hou vol. Ik hou het online ook vol, hoop ik. En we zien elkaar morgen met een yoga. En dan heb ik ook nog een leuke shake met gebruik van de muur. Dus we gaan tegen de muur oefeningen doen. We gaan ook weer de weerstandsband gebruiken. En als je een tennisbal hebt of een foamroller, pak die er dan ook bij. Want ik ga dan ook... voor de relaxation, voor het, de doorbloeding van je bindweefsel, oefeningetjes geven met een bal. Dat is ook fijn. Ja? In balans trainen. Hè? Dus er hard tegenaan, ook je rust pakken en lekker naar buiten. Ga ook af en toe naar buiten. Dank jullie wel.